Oh, dat is allemaal wol. Dat moet ik niet hebben. Even de scheer. Even de heggenschaar erbij pakken. Zo, welkom terug. Bij de Minecraft. Oh, Minecraft. De 14e aflevering. Inderdaad, de 14e aflevering. En gisteren heb je kunnen zien dat wij De cinema een hele grote muur aan het bouwen zijn. Ja, het is eventjes niet anders, maar we moeten er toch vandaag ook weer aan verder. Nou ja, het is niet dat het vervelend is, maar dit is wel even een rotwerk, al die muren. En Dimitri? Beetje eentonig, ja? Ik heb een vraag aan jou. Vertel. Wat heb jij liever? Winter of zomer? Oei, dat is een moeilijke. En ja, dat vraag ik ook. Toch wel de zomer. Dat vraag ik ook gelijk aan jou daar bij de computer of bij de iPad. Of degene hoe je je film kijkt. Wat heb jij het liefste, zomer of winter? Laat het weten in de comments. En dan, ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb toch liever de zomer. Dat vind ik toch wat gezelliger. En kerst? Ik heb weer een tijdje terug, maar ja. In de winter vind ik de kerst dan wel weer leuker. Maar ja, als de kerst om is, ja, dan heb je ook niet zoveel meer om naar uit te kijken. Nee, dat is zeker. Ja, oud en nieuw, hè. Maar ja, dit jaar. Ja, maar oud en nieuw, dat is ook al voorbij. Dit jaar mocht je maar vanaf 6 uur vuurwerk afknallen. Ik wist dat echt nog niet, hoor. Oh nee, ja, dat was ook wat, ja. Je mocht vanaf 6 uur vuurwerk afknallen. Precies, en mijn nieuwjaar is gewoon wel goed verlopen. Maar ik moet zeggen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij waren ze gewoon heel de dag vuurwerk aan het afsteken. Dus dan niet dat je zegt van, nou. Ja, hier maar, ook. Het is opeens stil op oudjaarsdag. Regel van niks, maar ja. Ja. Het is ook natuurlijk niet goed voor de winkel, zo'n korte vuurwerkafsteek. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar weet je wat het is? Normaal hebben ze 16 uur de tijd om vuurwerk af te steken. En nu maar 8 uur de tijd, van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Dus dat betekent dat de gemiddelde Nederlander de helft minder vuurwerk koopt. Dus de helft minder wordt verdiend. Stel dat je normaal een ton omzet draait, ik noem maar wat, dan draai je opeens nog maar 50.000. Ja, kijk, ik betwijfel het ook, hè, want er zijn mensen gewoon. Kijk, kinderen van die jongeren van 16, 15 jaar, die kopen vuurwerk en die steken dan de hele dag door af. Maar kijk, echt, je hebt volwassen mensen, die gewoon, zoals ons, die kopen meestal alleen siervuurwerk en dan steken ze hem alleen 's avonds af. Dus ja, ik weet het niet. Echt, de grote bestellingen die worden gedaan door mensen die siervuurwerk kopen en het alleen 's avonds afsteken. Dus als je het zo bekijkt. Ja, maar ja, ik moest 's avonds werken en dan was ik om 9 uur of zo, wat was het, 9:30, zoiets, was ik thuis. Ja, en dan heb je nog maar in principe 4 uurtjes tijd om je vuurwerk af te knallen. Dus ik had zo'n pakket van €50 gekocht en dat vond ik eigenlijk wel genoeg, weet je. Ja. Ik weet niet, hoeveel heb jij dit jaar aan vuurwerk uitgegeven? Ja, €110, maar dat was van cadeaubonnen. Die had Dan is het altijd leuk natuurlijk, maar jij hebt liever... Gratis is altijd leuk. Precies, maar jij hebt liever zomer. Ja, nou ja, het is altijd zo vervelend. Dan is de kerst voorbij en is het altijd nog zo vroeg donker. Daar word je zelf ook moe van. Met de kerst vind ik het altijd leuk dat vroeg donker is. Maar ja, ik vind het toch wel fijner als het pas om 12 uur de zon ondergaat. Hebben wij op onze Minecraft server eigenlijk ook een zomer- en wintertijd? Nee. Nou ja, ik heb ingesteld dat het nooit nacht wordt. Dat is wel handig voor het bouwen. Ja, precies. Maar dat kan je wel instellen. Ja, kan wel zomer- en wintertijd niet, maar dat het dag wordt en nacht, dat kan ik wel instellen. Ja, kijk, het gaat gelijk weer dag worden. Oh. Ja, ik kan dat uitzetten, maar... Nee, dat is niet zo fijn. Nee. Dat werkt niet echt lekker. Okay. Ja, ik vind het ook wel fijn als het wat warmer buiten en dan moet je die vervelende muts kan ik afdoen. Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik weet het niet, ik vind het wel... Ik vind het allebei altijd wel net lang genoeg duur. Ik vind wel, als het echt koud moet zijn, dan moet het wel koud zijn. Dan moet je bijvoorbeeld geen natte sneeuw hebben. En ik vind als het zomer is, ja, dan moet het ook wel lekker weer zijn. En niet allemaal dat halve werk. Kijk, als het zomer is, korte broek aan. Vind ik dan, hoor. Ja, is een beetje strand weer. Ja. Nou, hou ik zelf niet van het strand. Maar ja, ik vind... Op het strand liggen, daar hou ik niet van. Maar gewoon naar het strand gaan, daar een beetje zitten, een beetje drinken. En dat vind ik wel lekker. Ja. Terrasje pakken bij het strand.
Op het terrasje, op het terrasje, vlakbij de zon. Even kijken. Hey, ik vind het altijd wel gezellig, de zomer, hoor. Ja, zeker. Lekker laat donker, kan je lekker late avond van maken. Even kijken, iets klopt hier niet in. En dan hoef je ook, ik heb in de zomer echt nooit een jas aan. Al regent het, ik heb nooit een jas aan. Ik trek gewoon een vest aan, dat vind ik genoeg. Ja, lekker is dat, hè? Ja. Ik heb dat ook altijd, hoor. Heerlijk. Ik vind het ook altijd lekker om een lekker korte broek en dan zo'n basic shirt eroverheen, slippertjes. Zo zie je, als je mij ooit eens tegenkomt, ik heb meestal dan een shirt aan en dan een soort wittige, lichte broek. En dan slippers eronder. Heerlijk vind ik dat. Maar ja, dus als je Victor in de zomer tegenkomt, je mag een handtekening vragen, toch? Ja, enige echte game channel. Ja, precies. We moeten ook nog een keer een meeting organiseren, hè? Oh ja, een meeting voor al onze fans. Ik was trouwens met kerst was ik nog in Utrecht. En toen kwam ik langs het ding. Misschien is het wel eens leuk als we het daar gaan houden. De meeting. Oh ja, toen was je in Utrecht met de kerst, toch? Ja. Op het Jaarbeursplein, dat lijkt me wel leuk. Ja, dat moet een keertje. Maar ja, dan moeten we wat meer af. Dat is een beetje centraal. Kan iedereen makkelijk heen. Ja. Dus even kijken. Ik ben alvast eventjes bezig om dit verder af te bouwen. Ja, dan moeten we er natuurlijk eerst cams bij doen, hè? Anders weten ze niet wie we zijn. Nee, dat komt. Dat gaat komen. Ik hoop dat hij deze week uit. Volgende week komt hij uit penning, als het goed is. En het vloggen gaat ook nog. Hoe heet dat? Gaat ook nog door bij de 5000 abonnees. Dus in principe is dat. Als we een beetje doorbreken, is dat zo binnen. Ja. We zitten nu al in de 1000 ongeveer. Ja, precies. Dus ja, dat gaat lekker. Meer dan 1000. Ik val weer in het water. Fijn. Wat een muziek. Nee, ik moet zeggen, de cinema die begint er... Hij begint vorm te krijgen, Dimi. Ja. Kijk, en vind je dit nou... Waar ben jij? Hier. Vind je dit nou niet vet? Kijk, ik wou hem zeg maar zo... Wacht even die... Oh ja, dat is inderdaad wel vet. Laten we hem zo oplopen tot aan boven. We kunnen ook een dakterras maken hier op het restaurant. Oh ja, inderdaad. Maar dan zetten we wel een hek. Ja. Een hek, dat heb ik nog wel. Oké, nou dan gaan we eerst even kijken. Pasen moet die cinema af zijn. En als we de buitenkant af hebben, ja, dan wordt het natuurlijk de inrichting en de tweede verdieping komt er dan eerst, denk ik. Ja, toch? Ik ga even die muziek uitzetten, anders... Worden we depressief. Precies, zo. Rust. Rust in de tent. Kijk eens, mijn dakterras is af. Ja, dit bedoel ik. Dit is vet. Maar kan je dan niet een trap maken vanaf beneden dat je daar ook op kan... Een ladder of zo. Ja, ja, nou ja, ladder. Er is een beetje klassieke trap. Dus dan maak je hem zeg maar vanaf boven of vanaf het water. Maak je hem een stukje zo op het water. Oh ja, wacht. Let op. Waarom kan ik niet vliegen? Oh, dat weet ik ook niet. Ik heb het niet uitgezet. Nu lukt het weer. Moet je even slash fly doen? Ja, hij doet het weer hoor. Okay. Op het terrasje, vlakbij de zon. Jij bent de zon. Even kijken. Dan gaan we hem hier natuurlijk weer een stapje hoger doen. En dan doen we die zo. Nou, volgens mij gaat hij ook nog aardig uitkomen. Nee, gaat niet helemaal mooi uitkomen. Jij bent de zon. Ken je dat liedje? Ja, wel leuk toch? Ja. Nou, ik moet zeggen, Jimmy, we komen aardig. Ja? We komen aardig uit hoor, moet je zien. Kijk, zo. Dak van de cinema. Moeten we ook nog iets aan de andere kant zetten? Bioscoop of zo? Oh,
hoe gaan we hem noemen? Game Channel. Oh, dat kunnen we nog met grote letters opzetten. Aan de andere kant? Ja. Ja, kan toch wel? Game Channel. Ik zit vast onder het water. Dat is niet zo handig. Nee. Oh, nou, ik ga eens even kijken of we nog stenen hebben, want mijn stenen zijn alweer op. Jij bent de zon. Hey, kom eens kijken. Even, de trap is af. Even wachten hoor, ik ben even druk in building. Oh, er klopt iets niet in. Laten we zorgen dat we deze aflevering sowieso de muren af hebben. Oh, dit bedoel ik, ja, dit is vet. Maar je kan er alleen nog niet langs hier. Nee. En dan hier op het dakterras wat stoelen of zo. Nu kan je er langs. Kijk, hoppakee. Zetten we op het dak nog wat planten? Oh ja, planten. Ja, dit is mooi. Het wordt wel nog wel eens een echte cinema. Zet ik er ook nog een poortje neer, zo. Nou, laten we sowieso deze aflevering de muren af hebben. Dan vind ik toch een mooi streven. Oh! Nou, wat een spanning. Oh, hij krijgt al aardig vorm. Bioscoop? De cinema? Ja, ja hè? Oh, wat is dat een mooie dakterras. Inderdaad. Alleen hier klopt iets nog niet helemaal in. Hoezo? Ik weet niet. Hier. Zijn er trouwens ook planten of niet? Hallo? Planten? Ja, ik zit te kijken. Heb je gras nodig? Ja, gras op het dak. Kan toch wel een plantje. Zo, nou is die goed, denk ik. Oh, dat is allemaal wol. Dat moet ik niet hebben. Even de scheer. Even de heggenschaar erbij pakken. Hallo? Hallo? Wat voor bloemen willen we? Wat hebben we? Iets moois voor op het dak. Dat een margriet, een paardenbloem, een klaproos. Doe maar wat leuks, wat leuk staat. Nou, Demi, de muur is bijna af.
En een tulp. Wat voor dak doen we? Een puntdak of niet? Want dan moet hij nog hoger, hè? Kijk eens op het dakterras. Kijk, dit is dat leuk inderdaad. Bloemetje. Oh, maar er klopt toch iets niet in. Even kijken. Nou. Kunnen we niet aan die andere kant van de muur nog Game Channel of zo doen? Kan je dat niet maken? Jij bent er wel wat handiger in. Hier? Ja. Ja, ik denk dat dat niet past, hè? Toch wat kleinere letters. Past. Van rood? Ja, of je doet zeg maar van boven Game en daaronder Channel. Doe ik dat wel. Maar wat voor dak doen we? Een puntdak of niet? Hé, hey, dat is een beetje raar, toch? Ik weet niet wat voor dak. Gewoon een vierkant dak. Plat, toch? Ja, oké, okay, is goed. Ja, is wel mooi, hè? Ik weet ook niet. Dat je een gedachte had. Ja. Ik denk wel dat het kan. Zo. Doe ik het dak eentje hoger, want dan staat dat net wat mooier. Zo. En zullen we dat maar weer mee afsluiten? Als Game Channel staat, dat het dan weer de aflevering krijgt. Ik vind het wel een leuk streven. Nee, dat is inderdaad wel leuk. Als dat er staat, dan kan jij het dak afmaken en gaan volgende week verder. Precies. Nou, dat dak, dat krijg jij best snel. Hoe is het ermee? Even tijd rekken. Kan zeggen. Oh, wacht. Ik dacht, ik heb een fout gemaakt. Maak het wel even op dezelfde letterstijl als bij die andere. Dat is ook zo gek. Oh! Oh nee, ik val. Dat moet je natuurlijk niet doen, hè. Maak er volgende week het dak wel af. En we moeten niet dan een zaal bovenop, of niet? Die kunnen we hier toch bij maken, of niet? Doen we hem zo door de helft? Hebben we dan klein... Twee zalen. Of hebben we dan te kleine zalen? Dit zijn toch twee verdiepingen, of niet? Moet hij nog hoger? Dan bouwen we hem tot hier. We lachen toch? Tot waar? Hier waar ik nu sta. Doen we dit als eerste verdieping? Mooi, ja, is goed. Oké, nou ja, dan doen we dat volgende week al afmaken. Maar ja, dan staat die Game Channel weer niet zo mooi. Ach joh. Hij moet toch wel een beetje laag staan, anders moet jij helemaal met je kop de lucht in kijken. Dat is zeker waar. Maar dan maak ik wel gewoon een plat dak. En dan doen we daar bovenop de tweede verdieping of zo. Of de derde. Ja, of de eerste, sorry. Dus de eerste verdieping eigenlijk. Nou, dat gaat niet echt hard, dat hakken van die stenen. Game Channel staat bijna. Heel saai dit. Moeten we nog maar even mee kijken hoe we dat gaan doen dan. Oh, die stenen hakken. Heb je het nou over nieuwe stenen hakken? Nee, we moeten... Even kijken hoe we dit precies gaan doen. Of dit gewoon twee zalen maken. Ik denk dat dat het wat handigste is. Dan hebben we twee grote zalen en dan doen we er nog een verdieping bovenop. Kijken we even hoe Dimmy dat doet. Weet jij nog een snelle manier hoe je dat stenen kan weghalen? Weghalen? Wat moet weg dan?
Ja, die stenen, ik moet iets anders zetten. Plaatsen. Akken. Ja, gewoon met zo'n mine ding, toch? Ja, maar dan moet je hier staan, want je vliegt nu, dan gaat het slomer. Gewoon op dit. Oh ja. Oh. Oh. Weet je wat mij opviel? We zijn daar zo druk bezig. Dat we eigenlijk gewoon onze afleveringen steeds langer elke keer worden. Zonder dat we het eigenlijk doorhebben. Lachen toch? Ja, nou. Kijk, er zijn ook van die gasten die maken een video van 8 minuten. Dan ben je net lekker aan het kijken en dan stopt hij alweer. Ja, doe je het voor het geld. Ja. En meestal doen die mensen het voor het geld, hè, die het 8 minuten doen. Echt? YouTube doe je toch niet voor het geld? Nee, dat doe je voor je plezier. Lijkt me dan. Zo! Wij waren lekker aan het livestreamen en jij was radio aan het maken. En dan dachten we, ja, laten we dan aan YouTube beginnen. Dat is op zich wel leuk, toch? Als hobby. Ja, zo ging het, ja. ging het een beetje ten werking. Oh! Is de game channel al bijna af? Ja, bijna. Ik vrees alleen het ergste dat het niet past. Maar was het wel op. Wat? Het past niet. Maar? Je lost het wel op. Nee, dit gaat niet passen. Oh. Nee, dan is het niet anders. Maak je toch die channel, begin je dan verder met C naar links? Moet ik het weer weghalen? Ja. Bouw ik het dak nog wel even verder? Ik bedoel, we hadden het er toch over dat we van die lange uitzendingen hadden. Dat is lekker aan YouTube. Je hebt niet dat daarna je iemand of zo zit van, ja, ik wil mijn uitzending ook doen. Inderdaad. Ja, we moeten nog steeds een keer livestreamen. Komt toch? Goed. Dat komt helemaal goed, denk ik. Hé, hey, er zitten weer allemaal van die beesten in de dingen. Dat kan niet. Jawel. Een spin. Nou, niet alleen een spin. Hier. Oei. Ja, oh ja, die komen op een... waar het donker is, komen die beesten terecht. Ze moeten hier meer licht. Wacht, ik hang wel fakkels op, dan komen ze niet meer. Die ene dingen, die groene, die knallen toch? Ja, maar die kunnen niks slopen. Alleen als je dat eruit hebt staan. Die kaars halen al één keer weg. Het is puur dat die sukkels niet komen. Sukkels. Die lullen. Nou. Zo. Zullen we volgende keer een poging wagen om het af te maken? Ja, dan maak ik die letters volgende keer wel af. Precies. In ieder geval doel niet gehaald. Game staat er. En het dak... De channel komt er. Precies. Volgende week gaan we verder. Vergeet zeker niet... te abonneren. En deel die video gerust met je vrienden. En breng gerust een kijkje in onze server. Doei! Doei!